Nog steil, hè? Ja, glad ook. Geert? Duitsland heeft meer dan Nederland een grote fotografietraditie gekend. Toen met het aanbreken van de Tweede Wereldoorlog, toen was er natuurlijk een enorme gebeurtenis. En ja, toen werden die Duitsers ook aangezet om vooral al camera's mee te nemen, omdat ze deel uit zouden maken van een historische gebeurtenis. Ja. 1 op de 10 Duitsers die had zo'n camera bij zich. En dat zijn er waarschijnlijk wel meer geweest. En die foto's die werden dan naar huis gestuurd in veldpostbrieven. En vaak ook in albums geplakt, om hun herinneringen vast te leggen. En toen ze eenmaal in Nederland waren, toen legden ze het dagelijkse leven vast. Hè, van nou, met wie ben je, met wie slaap je op een kamer, waar zit je, uitstapjes in de stad. Ja, die waterval bijvoorbeeld, dat zijn gewoon toeristen als je de foto's zo kijkt. Ja, in zo'n prachtig park als hier en je hebt zo'n waterval, dat is natuurlijk een schitterend moment om een foto te maken. Ja. Mochten ze eigenlijk alles maar fotograferen? Ja, vrijwel alles. Er werd ze weinig in de weg gelegd. Er waren wel wat restricties, dus je mocht bijvoorbeeld geen bruggen fotograferen of wapens. Maar als je kijkt naar de foto's die er overgeleverd zijn, dan hielden ze daar zich niet zo scherp aan. Nou, kijk, deze foto is in Arnhem. Dat is dus kort na de gevechten in Nederland. En er is daar een Duitse vrachtwagen en daar staan 2 Duitse militairen bij. Maar er zijn op veel foto's zijn kinderen te zien. Kinderen die zijn nieuwsgierig en er gebeurt iets. Het volkomen ontspannen, hè? En juist. En achterop die foto van stond ook genoteerd door die Duitser van jetzt wieder anders sichtlicher. Hè? Dus we kijken er weer anders tegenaan. En je ziet dus op deze foto dat het ijs gebroken is. Lachende kinderen, lachende Duitse militairen. Hier staat een volwassene die een beetje kijkt van, is goed, het is vertrouwd. Ja, je ziet langzamerhand ook een verbroedering ontstaan. Veel van die Duitse soldaten werden ook ingekwartierd bij Nederlanders. Nou, en als je nu maandenlang, soms jarenlang bivakkeert bij een familie, dan ontstaat er ook al een band, zeg maar. Het wantrouwen ebde bij de Nederlanders ook wel wat weg. Er bleef natuurlijk altijd wel een soort afstand bestaan, maar anderen die accepteerden gewoon die Duitsers nou eenmaal. Ze maakten ook deel uit van het straatbeeld. Dus ze marcheerden naar hun kazernes toe, ze marcheerden naar de exercitieterreinen, naar de schietbanen. En dat deden ze niet onopgemerkt. Dat ging met veel zang gepaard in grote kolonnes. Dus dat trok ook de aandacht, want dat waren we in Nederland niet gewend. In het begin wilden ze graag alles vastleggen wat ze tegenkwamen. Alles was nieuw. Ze waren vaak ook voor het eerst in het buitenland. Boerenjongens die voor het eerst buiten de grens kwamen. Heel, heel vaak. En alles maakte indruk. Dus er waren veel dingen om te fotograferen. En ze waren aan de winnende hand. Dus dat hielp ook al mee. Maar na zeg maar 43, dan was de tijd toch wel omgeslagen. En viel er niet meer zoveel van die overwinningen te fotograferen. Ze waren op de terugtocht, ze werden teruggedrongen. En dat betekende dat je niet meer van die oorlogsfoto's krijgt, zoals je die in de eerste 3 oorlogsjaren hebt gezien. Maar die fotografie, kunnen we wel stellen, denk ik, is een enorme bron van informatie over hoe het toen was. Er is heel veel op terug te vinden. Ja, dus voor ons is het nu heel erg interessant, hè? Dus om te kijken hoe dat dan in die tijd is gegaan. Dat geldt voor de meidagen, maar ook voor het dagelijkse leven tijdens de bezetting. En we krijgen natuurlijk nu de gelegenheid om over de schouders van die Duitsers heen te kijken naar die geschiedenisperiode.